Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag weer eventjes geen vlog meer online, maar een extra video, namelijk echt een mega grote Naked Shop vlog. Ik heb toen in de week van Black Friday heb ik daar echt super veel besteld. Ik denk dat het in totaal wel was van 900 tot de 1000 euro. Dat is echt niet normaal. Ik heb hier ook echt een hele grote doos en daar zit alles in. En ik dacht, ik ga dat vandaag lekker aan jullie laten zien. Ik zit lekker voor de kerstboom. Ik dacht, helemaal gezellig. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden en dan gaan we maar snel beginnen. Ook heb ik nog voor jullie een kortingscode, maar die zal ik even in de beschrijving zetten. En aan het eind van de video met jullie delen. Deze mega doos zit helemaal vol met items van Naked. Echt niet normaal. Dus dit ga ik aan jullie laten zien. Ik moet wel zeggen, er zitten wel twee items bij die ik niet kan laten zien. Die zitten in de was. Dat heb ik al aangehad. Maar goed. Even kijken. Om te beginnen. Deze hele grote jas. En als je me op Instagram volgt, heb je deze ook al in mijn story kunnen zien. Maar dit is dus een mega lange trenchcoat. Heel erg leuk vind ik dit kleurtje. Ik vind het wel iets meer strakjes weer voor in de lente. Ik vind het niet per se echt een herfst-winter kleurtje. Maar op zich met een witte muts lijkt het natuurlijk een beetje Winter Wonderland outfitje. Maar goed, deze heb ik in een maatje 32. Hij valt best wel groot. Ik neem eigenlijk altijd mijn jassen bij Naked in de allerkleinste maat, omdat ze gewoon best wel groot vallen. Dus dat is allereerst deze. Dan het volgende uit de doos. En dat is deze tas. Ik vind deze echt heel erg leuk voor de feestdagen. Straks heb ik uit en nieuw. Dus gewoon, er past echt oprecht best wel veel in nog. Kijk. Ik weet niet of je dat goed op beeld kan zien, omdat die natuurlijk zwart is, die tas. Maar er past echt heel veel in. Deze twee dingen zaten er al in. Ja, die zijn ook best wel groot. Ik denk dat hier mijn telefoon in zou passen, mijn camera, sleutels, pasjes. Alles wat je nodig hebt op een avond. Deze hadden ze ook nog in het paars, maar ik dacht ik ga voor zwart, want het is denk ik het makkelijkste combineren voor met de feestdagen. Dus deze. Dan deze mega lekkere trui. En ik heb de laatste echt een soort van verslaving, of nou niet echt een verslaving, een beetje overdreven. Maar ik vind truien met zo'n zip echt heel erg leuk. Ik weet niet, ik vind het echt heel erg leuk. En het is ook een mooi beige kleurtje. Dat is heel erg leuk. Ze hadden deze ook nog in het grijs, maar ik ben voor de beige kleur gegaan. En deze heb ik in een maatje XS. En zit eigenlijk gewoon perfect. Een beetje oversized is die, maar dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. En je kan er natuurlijk voor kiezen om hem helemaal zo dicht te dragen. Dat je echt een soort van coltrui hebt. Maar ik vind het leuker om dan een beetje zo half open te dragen. Dus dat is deze in een XS. Dan heb ik iets uitgekozen wat eigenlijk een beetje een miskoop is geweest. En dat is deze buckethead. Hij is echt super lekker zacht en ik vind hem echt heel erg mooi. Alleen hij is zoveel te groot voor mijn hoofd. Kijk, ik zie nu gewoon letterlijk niks. En als ik hem zo zet, dan ja, weet niet. Niet echt iets voor mij, denk ik. Ik had hem wel echt heel erg leuk gevonden als hij wat kleiner was geweest, maar ik zie nu gewoon niks. Ja, of je moet hem zo zetten, maar dan voel ik me een beetje zo'n chick die in de Noordpool rondloopt. Nee, ik weet niet. Dit is denk ik niet helemaal voor mij. Ik vind het wel echt heel erg leuk. Ik weet ook niet of ze verschillende maten hadden. Er staat hier wel... Nee, een one size. Ze hebben dus één maat hiervan. Misschien had ik eventjes bij de kinderafdeling moeten kijken. Maar goed, deze dus in ieder geval. Dan heb ik echt een super mooie cropped blazer. En het is wel grappig, want Zoe en ik die hebben allebei iedere maand samenwerken met Naked. We bespreken eigenlijk nooit met elkaar wat we gaan bestellen. Maar we gingen dus laatst samen de foto's maken voor Naked. En toen hadden we dus allebei deze blazer aan. Dat is echt heel erg grappig. En wat ook leuk was, ik had hem bijvoorbeeld gecombineerd met een zwarte pantalon. Maar Zoe die had hem weer heel gaaf gecombineerd met een spijkerbroek. Dus dat stond ook echt heel erg leuk. Het is dus een crop blazer. En hier aan de voorkant heeft hij dan een knoopje. En hij heeft dus touwtjes die je dus om jezelf heen kan wikkelen. Wat ik echt heel erg gaaf vind. Ik heb deze in een maatje 32. Hij heeft ook schoudervullingen. Ik moet zeggen, hij valt best wel groot. Dus hier aan de voorkant moet je wel echt oppassen als je er geen BH onder hebt. Dus ik zou er dan bijvoorbeeld iets van een bandeau toch onder dragen. Of een plak BH, boobtape, iets in ieder geval. Waardoor je toch een beetje beschermd bent als die wel open gaat staan. Ik vind deze wel echt heel erg leuk. Ook voor de feestdagen. Toch even iets netter. Maar ook best wel sexy. Zoals die. Dan een topje wat altijd handig is om te hebben. Leuk om met een blazertje eroverheen te dragen. Dan is het toch nog even wat warmer voor in de winter als je er lange mouwen onder hebt. En dat is gewoon een heel simpel wit geript longsleeve. Echt heel erg leuk. Hij is heel erg zacht. Ik heb deze in een XXS. En ik moet zeggen, hij valt nog best wel groot op zich. Vooral qua armen. Die zijn heel erg lang. Ik heb helaas niet van die lange armen of lange benen. Dus hij is een beetje wat aan de grote kant. Maar ik vind het niet lelijk zitten. En vooral met een blazer overheen vind ik dit echt heel erg leuk. En ik had nog niet echt een longsleeve in een wit kleurtje. Dus vandaar dat ik voor
deze heb gekozen. Dan mijn lievelingsbroek. Die heb ik weer opnieuw besteld. Ik heb deze echt al 2 jaar geleden een keertje besteld in een 36 bij Naked. Alleen al mijn broeken in een 36 pas ik gewoon niet meer. Dus ik heb nu een 32 van deze besteld. En deze zit echt perfect. Hij is wel iets te lang, dus ik moet hem wel even laten inkorten. Maar qua omvang zit hij gewoon wel echt heel erg mooi. En dat is deze hele simpele zwarte pantalon. Aan de voorkant heeft hij nog zo'n streep eroverheen lopen. En hij valt eigenlijk gewoon een beetje straight. Maar aan de bovenkant bij je billen, bij je heupen, bij je taille zit hij wel gewoon echt super mooi aangesloten. Dus dat vind ik wel echt heel erg mooi aan deze broek. En dit is gewoon echt iets wat zo handig is om gewoon letterlijk altijd in je kast te hebben hangen. Eentje die gewoon goed en mooi zit. Dus die heb ik weer in de juiste maat gekozen. Dan heb ik een topje wat me heel erg leuk lijkt voor bijvoorbeeld uit eten. Of met de feestdagen met een glitterbroek eronder of zo. En dat is deze off-shoulder top. Dit is dus een crop top, want hij komt iets boven je navel ongeveer. Tot je navel ongeveer. En dan heeft hij dus lange mouwen. Verder gewoon heel simpel. Soorten lange mouwen. Maar de bovenkant is dus zo'n flap wat je om je heen kan slaan. Vond ik wel echt heel erg leuk. Met dan een paar mooie oorbellen. En bijvoorbeeld zo'n strakke staart naar achter of zo. Leek me dit wel heel erg leuk. Ik heb deze in een maatje XS. En die is van de Rianne Meijer collectie. Ze had hem dus ook nog in een beige kleurtje. Die wilde ik eigenlijk ook heel graag. Maar die hadden ze niet meer in maat. Dus ik ben alleen voor de zwarte gegaan. Maar zwart is natuurlijk echt super makkelijk te combineren met alles. Dus hier ben ik heel erg blij mee ook. Dan zoals ik net al zei, pas ik mijn broek in de maat 36 niet meer. Heb ik echt een beetje broekencrisis. Dus ik heb eventjes een nieuwe uitgekozen. Ik moet zeggen dat ik niet helemaal weet wat ik van de kleur vind. Of ik het een mooie kleur vind of niet. Maar je zit wel echt heel erg mooi. En dit is dus een skinny. Gewoon weer even een keertje strakke. Maar met een flared onderkant. En hier ben ik echt heel erg blij mee. Ik heb hem in de maat 32. Hij zit echt perfect. Echt heel erg mooi zit hij. Al vind ik de kleur wat minder. Ik denk dat als je er een goede kleur trui op doet. Bijvoorbeeld wit of zo. Dat het wel mooi kan zijn. Dan met een paar uks eronder. En dan een beige jas. Zodat je hem iets warmer maakt, die broek. Denk ik wel dat het heel erg leuk kan staan. Ze hebben hier ook nog heel veel andere kleurtjes van. Dus ik ga sowieso mijn volgende bestelling even kijken voor wat andere kleurtjes erbij. Want dit zijn gewoon chille broeken om te hebben. Ik vind het ook gewoon... Soms heb je gewoon een trui en daar staat zo'n hele wijde broek. Staat er gewoon niet mooi onder. Dan wil je gewoon iets van een skinny. Dus vandaar dat ik deze heb uitgekozen. Dan nog een mooi en net topje. Wat je bijvoorbeeld aan kan als je lekker uit eten gaat. Of ook weer met de kerst. Of gewoon naar werk. Weet ik het wat. En dat is deze zwarte. Aan de voorkant loopt die hals dus rechts. En de mouwen van die flare mouw vind ik wel leuk. Want het is een soort extra detail. En verder is die wel ietsjes korter. Hij is niet heel cropped, maar wel een beetje. En ik vind dat die hals gewoon heel erg mooi. Dat het dan wel rond in je nek loopt, maar dat het dan hiervoor zo recht is. Hele gek uitleg, maar jullie zien het wel in de aanbeelden. Dus dat is die en die heb ik in een maatje XS. Dan iets wat nog in de verpakking zit. Dat is een spijkerjack. Want soms heb ik gewoon echt dat ik een outfit heb en dat ik gewoon niet weet wat voor soort jas ik erop moet doen. Vooral als we voor naar festivals gaan en ik mis gewoon echt nog een goed oversized denim jack in mijn kast. Dus ik hoop dat dat deze is. Dat deze mooi is. Maar dit is hem. Hij is echt best wel groot. Ik heb hem in een maat 34 genomen. Niet in 32, omdat ik hem dus juist wat liever oversized wilde. En heel erg benieuwd hoe deze gaat zitten. Op camera komt hij wel iets donkerder over dan dat hij in het echt is. In het echt is hij wel ietsjes lichter voor mijn gevoel. Maar wat me dus ook heel erg vet lijkt, is om zo'n denim jack een keertje te customizen zelf aan de achterkant. Wat je nu ook heel vaak op Insta met blazers en zo voorbij ziet komen. Lijkt me dat ook wel heel erg leuk met zo'n jack. Maar ja, moeten we eerst even kijken of die mooi zit. Dan heb ik hier nog iets zwarts. Maar heel eerlijk gezegd, dat ik even niet weet. Oh, ik weet het al. Dit wilde ik toen eigenlijk naar Thuishaven aantrekken, maar dat heb ik toen niet gedaan. Maar dit is gewoon een kanten, of een kant, een mesh-achtige top. Het is gewoon een zwarte longsleeve, maar dan van mesh. Ik dacht, dit vind ik wel mooi als je bijvoorbeeld een gave bralette eronder hebt. Of bijvoorbeeld met een gave bralette en dan met dit eroverheen. En dan zo'n groot denim jack eroverheen. Gave zonnebril. Ik zag het al voor me, maar ik heb het niet aangetrokken. Maar dit is altijd handig en leuk om te hebben. En deze heb ik in een XS. En dan alweer als laatste. Er zaten dus 2 items in de was en 2 items die had Dagmar uitgezocht. Dus die mis je ook overal nergens. Ik weet niet waar die zijn. Maar als laatste heb ik dus een nieuwe oversized zwarte blazer. Ik hoop dat jullie me horen met al dat gekraak. Ik vind dus echt dat Naked een van de mooiste basic blazers heeft. Gewoon qua fitting, hoe ze zitten, hoe ze
ja, vind ik gewoon echt heel erg mooi. En ik had wel een zwarte van de Zara, maar die was niet mega oversized. En deze blazer van Naked heb ik dus in het grijs. En die zit echt heel erg mooi oversized. En ik zag nu dus dat ze ook een zwarte hadden. Dus ik dacht, ik kies ook de zwarte uit. Ik heb hem wel in een maatje 32. Want zoals je ziet is hij al groot genoeg voor mij. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Zo'n zwarte blazer is altijd handig. Kan je nooit fout mee gaan. Moet je gewoon in je kast hebben. Je hebt het echt vaker nodig dan dat je denkt waarschijnlijk. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Volgens mij heb ik echt bij ieder item aan het einde gezegd, hier ben ik heel erg blij mee, hier ben ik heel erg blij mee. Maar ik ben ook echt oprecht met alle items heel erg blij. Best wel veel van deze dingetjes heb ik ook al gedragen. Hebben jullie al op Insta kunnen zien. Dus ik heb ook nog voor jullie een kortingscode. Met de code FLEUR krijg je dus 20% korting. Gewoon alleen FLEUR. Geen FLEUR 20, 20 FLEUR. Gewoon FLEUR. En ik krijg 20% korting. Dus ik hoop dat jullie daar ook blij mee zijn. Dat jullie nog lekker de outfits voor de feestdagen kunnen scoren met mijn kortingscode. Dat zou natuurlijk heel erg chill zijn. Ik zal eventjes alle linkjes van alle items in de beschrijving zetten. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze extra video. En dan zien jullie mij morgen weer in een normale vlogmas video.